Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Ik wilde het even hebben hoe het met mij gaat. Op dit moment, gaat het heel goed met me. Ja, gaat heel goed met me. Een paar kleine dingetjes na, maar het komt vanzelf ook wel goed. Ik ben goed bezig met mijn eten. Ben goed bezig met lichamelijk bewegen. En ik werk al bijna een jaar bij Het Goed, het warenhuis kringloopwinkel Het Goed. Waar ik nu ook een klein beetje de social media doe. En daar ben ik best wel trots op. En een hele eer dat ik dat dan mag doen. Ja, en mijn hobby's zijn nog steeds diamond painting, sieraden maken. Een beetje breien, een beetje haken, een beetje van alles. Ook een beetje lezen. En ook een beetje lekker YouTuben. Dus ja, moeilijk zeggen, Connie zit wel een beetje lekker in de velletje. En ik hoop dat jullie het ook kunnen zien, Armen. Ik hoop dat ik het ook uitstraal naar jullie. Want ik doe echt ontzettend mijn best om dat voor elkaar te krijgen. Wacht even. Dus is dit zo? In mijn dingen te schijnen, dat ik daar echt best wel. Oh, dat komt natuurlijk van achteren vandaan. Ja, daar staat achter me staan een lampje, maar dat kaatst natuurlijk op. Zo. Dus ik heb er alvast een beetje een bakje thee mee genomen. En ja, ik weet dat het niet goed is, maar ik heb een velvet rode cake bij me. En ik dacht, nou, laat ik eens een paar filmpjes opnemen. Dus heb ik net gedaan. Nu deze. En eigenlijk gaat het wel goed. En ik heb het wel naar mijn zin. Ik zit op de kledingafdeling. Dat is best wel een grote afdeling. Ik zit op de Edisonstraat 104. En ik zou zeggen, kom eens een keer lekker kijken. Wie weet, vind je wat. Je kan er ook, er is ook een restaurant. En die is open van 10 tot 4, geloof ik. En in het weekend ook, maar dat weet ik niet zeker. Dit is geen spon, hè? Ho, ik word hier niet voor betaald, even voor de duidelijkheid. En best een leuke club. Best een leuke groep. Ook gezellig. Lekker af en toe elkaar plagen. Lekker geintrappen. Ja, best wel gezellig met elkaar. En ik wil zeker niet vergeten mijn BFF. Mijn beste vriendin. Die staat me ook alles bij. Dus ja. En erf natuurlijk ook. Dus ja. Wat wil ik nog meer? Ik heb gewoon niks te wensen. Alleen dat het lichamelijk nog ietsje beter moet gaan. Maar dat komt vanzelf wel. Voor degene die me misschien net kort kennen. Ik heb zeg maar corona gehad. Ik had al heel lichtelijk astma. Maar nu is het net ietsje meer geworden. Geef niet. Medicatie is bijgezet. Extra medicatie erbij. Het gaat nu goed. Dus ja, ik moet zeggen, ik zit wel lekker in mijn velletje. En mijn weekenden zijn best wel een beetje heilig voor me. Lekker uitslapen, even lekker tutten, dingetjes doen. En af en toe lekker in mijn kamertje, een beetje diamond painten, een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een beetje zo. Ja, dus ik moet zeggen, eigenlijk heb ik niet veel te zeggen, maar ik wil het alleen even laten weten dat het met Connie goed gaat. Zie, dat bedoel ik. Dat is een lampje. Oké. Misschien kan ik deze ietsje kantelen. Nee. Zo. Nou, in ieder geval, sorry voor het licht. Ik kan er ook niet nog. Ik kan nog wel wat anders gaan. Proberen. Kijk.
Zo, ik hoop dat jullie me iets beter kunnen zien, want ik heb dat lampje, kan je dimmen. Dus ik zou zeggen, blijf in ieder geval lekker kijken op mijn kanaal. En ja, ik vind het altijd leuk als er nieuwe abonnees bij komen. Daar ben ik altijd super trots op. Dus dat is weer, yay! Connie heeft weer abonnees erbij. Dus ik doe mijn best, probeer mijn best te doen. En meer kan ik niet doen. Ik probeer ook wel verzoekjes te doen als het gaat. Want ik film altijd als Ernst er niet is of als hij ligt te slapen. Dan fluister ik nog wel eens een beetje. Dus iemand had al een keer een ASMR-video gevraagd. Dus ik moet heel even kijken hoe ik dat in ga passen, in ga plannen. Maar dat komt ook allemaal heel goed. Ik doe even lekker een kaarsje aan. Tadaa. En nu zit ik er heel in. Nee, dat kan niet. Nou, zet ik er heel even daarachter. Zo. Dus ja. Ik hoop dat het met jullie ook goed gaat. En dat het lichamelijk ook goed gaat. En ik zal zeggen, doe in ieder geval een duimpje omhoog of nog een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Ik probeer altijd de dinsdag en de donderdag altijd filmpjes online te zetten om 6 uur als het me lukt. Ik heb er al heel veel in gepland. Dus ja, ik heb er zin om steeds meer op te nemen. Dus ik zou zeggen, bye bye.